Goedemiddag. In Ypres is wapenstilstand herdacht. Na een jaar zonder, deze keer opnieuw met publiek. In de grensgemeente met Nederland is het carnavalseizoen begonnen. De coronapas is overal verplicht. En Frederik Willem de Klerk is overleden, de laatste blanke president van Zuid-Afrika onder de apartheid. In Ypres is 103 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog opnieuw de wapenstilstand herdacht met een last post, plechtigheid, onder de Menepoort. Het was een normale plechtigheid dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar tijdens de tweede lockdown. En dus was er publiek, maar wie onder de poort stond, moest wel een coronapas voorleggen. In Ypres waren vanmorgen weer de vertrouwde 11 novemberbeelden te zien, met onder andere een optocht richting Menepoort, korter dan normaal wel. Maar vorig jaar was het nog veel beperkter, met maar 4 mensen onder de Menepoort. Hier weer kunnen komen, doet deugd. Yes, this is exactly where we want to be today, to honour all of those, not just from the First World War, but from every war who has lost their lives. And especially for our great-grandfather, Albert Reed, who's on the Milling Gates. Fantastic. It's a relief to be back. It was something we've been looking forward to for 2 years. So yeah, it is amazing. Normaal krioelt het hier van de Britten, maar dit jaar is het toch duidelijk minder. Reisbeperkingen en een nieuwe coronagolf laten zich voelen. Wij schatten dat er vandaag een 250 Britten in Ypres zijn, waar dat er anders 2500 tot 3000 zijn. Ja, dus toch een pak minder? Veel minder, inderdaad. Maar goed, er zijn er toch die tot hier gekomen zijn. En dat geeft toch wel hoop voor de toekomst. Onder de Menepoort een klassieke ceremonie met teksten, gedichten en kransneerleggingen ook, om de soldaten te herdenken die in Vlaamse velden sneuvelden, ruim 100 jaar geleden. En traditiegetrouw horen daar ook de neerdwarrelende poppies bij, symbool voor het bloedvergieten van ruim een eeuw geleden. Ook aan de congreskolom in Brussel, aan het graf van de onbekende soldaat, is wapenstilstand herdacht. Dat gebeurt traditioneel met een militaire ceremonie die hulde brengt aan de slachtoffers die vielen tijdens de Twee Wereldoorlogen. Op de ceremonie was koning Filip aanwezig, net als enkele vertegenwoordigers van de federale regering. De Vredesprijs van de stad Ypres gaat dit jaar naar de campagne om zogenoemde killerrobots te verbieden. Killerrobots zijn onbemande tanks, schepen, drones of andere wapens die zelf, zonder de tussenkomst van een mens, iemand kunnen doden. Die systemen bestaan vandaag al en net daarom zouden ze moeten verboden worden, zegt de winnaar van de Vredesprijs. Een kruisraket op weg naar een vijandelijk doel. De raket onderscheidt vriend van vijand zonder menselijke tussenkomst en kan zelf het doel bepalen. So essentially a killer robot is a weapon that's able to decide who the target is and when to attack them without any direct meaningful human control over that process. Killer robots bestaan vandaag al in alle vormen. De Verenigde Staten, Rusland, China, Israël, Korea zijn maar enkele van de landen die zwaar investeren in killer robots. We should never delegate life and death decision makings to machines. We should never dehumanize people, turn us from individuals, members of our collective humanity, into pieces of data. Een gevaarlijke trend, zegt de Stop Killer Robots campagne. Killer robots zouden de lat om een oorlog te kunnen starten lager leggen. Net omdat er geen militairen meer naar het front moeten worden gestuurd.
We think that killer robots would fundamentally alter the future of war. And here in Ypres, we can see the consequences that the developments of technologies in the First World War and the Second World War had on people. So we feel that there's an opportunity now to learn from those histories and prevent the suffering in the future. Eerst en vooral wil ik u nog 2 jaar van harte welkom heten. En kijk nu zelf naar onze burgemeester. Hij heeft het heel moeilijk gehad om dat te overleven. Want hij kan niet wachten tot 11:11 met zijn oren op te zetten. Toch een dikke applaus voor onze burgemeester dat er zo met carnaval begonnen is. Klokslag 11:11 wordt op veel plaatsen in het Maasland een nieuw carnavalsjaar op gang geschoten. Vorig jaar zijn al die plechtigheden opgeschort, maar dit jaar gaan ze bij ons wel door. In Nederland zijn de activiteiten door de oprukkende coronacijfers weer verboden. In Belgisch Limburg hopen ze dat er niet te veel carnavalsvierders de grens oversteken met België om te komen vieren. Met het Limburgse volkslied is het nieuwe seizoen plechtig ingezet. Lanaken is een van de carnavalcentra uit de Maasvallei. Maar het voorbije jaar was een domper op de feestvreugde. Lanaken, Rijken, Veldwezeld, Gelk, dat is echt van Lanaken zelf al. Ja. Dat is allemaal weggevallen vorig jaar. Allemaal weggevallen. We hebben wel een tocht mogen lopen in Rijken. In de coronabubbels vorig jaar. Dus dat is het enige wat we gehad hebben vorig jaar. Er mocht 2 jaar niks gebeuren. Hè. Dus... Geen bals, geen stoet, niks. En hopen dat het nu toch weer eindelijk kan mogen doorgaan. Dit is ook heel strak geregistreerd met CST. Mensen die besmet zijn, komen er niet in. En eigenlijk ook met afspraak met elkaar. Het feest vieren, maar niet te gek doen. Net over de grens in Nederland zijn alle bijeenkomsten afgelast. En ook hier is het niet volle kracht vooruit. Zij laten heel lang dingen los en trekken dan plotseling heel streng de remmen aan. Wij doen dat iets meer gecontroleerd, iets meer gedoseerd. Maar natuurlijk, wat daar gebeurt, kan hier ook gebeuren. Normaal waren hier vandaag 2 muziekkorpsen. Die hebben zich moeten verontschuldigen dat er zoveel mensen ziek zijn dat het gewoon niet gaat. Na het feest vandaag gaan ze praalwagens en zotte figuren maken voor de stoet. En cruciaal daarbij is de prins, prinses en zijn of haar scepter. Ja, als ze die afpakken, dan moet je een ton geven. Dus ja, dat gaan we proberen niet te doen, hè. Dus we houden die goed dichtbij. Als er iets grappigs of leuks is, dan sla je daarmee op de tafel. En die moet je bijhouden, dat is het teken van, eigenlijk, van de carnaval. Ja. In de coronacijfers zien we dat de stijgende trend aanhoudt. Vooral de ziekenhuiscijfers stijgen door. De voorbije week werden elke dag gemiddeld 204 mensen voor corona in het ziekenhuis opgenomen. Verspreid over de ziekenhuizen liggen er nu in totaal 2270 coronapatiënten, een stijging met 22%. 451 van hen liggen op de afdelingen intensieve zorg, 31% meer is dat. De besmettingen stijgen minder fel, met 5%. Afgelopen week werden er gemiddeld 8236 per dag vastgesteld. En de sterftecijfer voor corona staat nu op gemiddeld 22 per dag. De zware werkdruk tijdens de coronacrisis schrikt jonge mensen niet af om te kiezen voor een studie die leidt naar een zorgberoep. Voor het eerst sinds 5 jaar zijn er in Vlaanderen meer dan 20.000 studenten die een hogeschoolopleiding in de gezondheidszorg volgen, bijvoorbeeld verpleegkunde of logopedie. Toch zal de lichte stijging niet volstaan om de tekorten op te vullen. Dat zegt Lon Holzer, die door de Vlaamse regering aangesteld is als ambassadeur voor de zorgberoepen. We gaan nu beginnen met beelden maken. Het gaat heel veel lawaai maken. Iemand die de scanner of een andere machine voor medische beeldvorming bedient. Of een logopediste. Net zoals uiteraard de verpleegkundige gaat het om beroepen uit de gezondheidszorg. Er kiezen weer meer mensen voor die studies. Zelfs als er een hogeschoolopleiding van 3 tot 4 jaar voor nodig is. Absoluut zeker. Hè. Voor het eerst sinds 2016 zitten we terug boven de 20.000. Is er een stijging van 3% studenten die kiezen voor een gezondheidszorgopleiding in de hogescholen. Nochtans weten we door corona meer dan ooit dat het een zwaar beroep is. Denk maar aan de vele beelden over hulpverleners in ruimtepak. Maar blijkbaar had dat voorlopig geen afstotend effect. Zowel artsen als ook de verpleegkundigen zelf die aan het woord geweest zijn,
Er was ongelooflijk veel respect voor de mensen. En men heeft ook kunnen zien hoe diep dat de inhoud is van het verpleegkundig beroep. Hopelijk blijft dat effect lang hangen, want er is veel volk nodig. Er komen veel banen bij en er gaan steeds meer collega's op pensioen. De lichte stijging van het aantal studenten volstaat niet. Ik vrees van niet. Ik denk dat er nog altijd heel veel mensen welkom zijn. Maar twee, denk ik, dat we ook het signaal moeten geven aan de sector zelf om zeer goed na te denken over hoe zij zich organiseren. Efficiënter organiseren, niet om te besparen, maar wel om te zorgen dat onze zorgvrager de kwaliteit krijgt waar hem recht op heeft. In Kaapstad is de vroegere Zuid-Afrikaanse president Frederik Willem de Klerk overleden. Hij was de laatste blanke president tot 1994 en maakte samen met zijn opvolger Nelson Mandela een einde aan het apartheidsregime. Daarvoor deelde ze de Nobelprijs voor de Vrede. De Klerk werd 85. In de herfst van 1993 krijgen de toenmalige blanke president Frederik Willem de Klerk en de zwarte activist Nelson Mandela samen de Nobelprijs voor de Vrede. Het Nobelprijscomité lauwert hen om hun strijd tegen apartheid. Toch was het onder dat apartheidsregime dat de Klerk in 1989 verkozen werd tot staatshoofd. Maar de conservatief stuurde aan op een langzame afbraak van het systeem. Nelson Mandela kwam uit de gevangenis, Zuid-Afrika kreeg democratische verkiezingen en in 1994 werd de Klerk vice-president onder Mandela, tot hij uiteindelijk opstapt. I'm retiring because I'm convinced that it is in the best interests of the party and the country. De Klerk stierf thuis aan kanker in Kaapstad. De Wit-Russische president Lukashenko dreigt ermee de doorvoer van Russisch gas naar de Europese Unie stil te leggen als de Europese Unie met nieuwe sancties komt tegen zijn land. Europa wil Lukashenko straffen voor de migratiecrisis die hij heeft gecreëerd aan de grens met Polen en Litouwen. Daar zitten duizenden migranten vast die via Wit-Rusland de Europese Unie proberen te bereiken. Polen overweegt ook alle grensovergangen met Wit-Rusland te sluiten. Maar Lukashenko zegt dus dat hij het Russisch gas naar Europa kan tegenhouden. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому прежде чем делать заявление, я бы руководству Польши там и другим, литовцам и прочим, безголовым этим, порекомендовал думать, прежде чем говорить. Если только они еще введут нам санкции дополнительно, непереваримые и неприемлемые для нас, мы должны отвечать. Op de klimaatconferentie in Glasgow hebben China en de Verenigde Staten aangekondigd dat ze meer gaan samenwerken om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graad. Dat is verrassend, want tijdens de eerste week van de onderhandelingen klonken er vooral verwijten heen en weer tussen de twee grootste uitstoters van broeikasgassen. China en de VS beloven de methaanuitstoot aan te pakken. Dat is een broeikasgas dat veel sterker is dan CO2. En ze beloven iets te doen aan de ontbossing. The United States and China have no shortage of differences, but on climate. On climate, cooperation is the only way to get this job done. It commits to a series of important actions, not in the long term, not way out in the future, but now. Now during this decade when it's needed. De Amerikaanse staat Michigan gaat $626 miljoen betalen aan tienduizenden inwoners van het stadje Flint die ziek werden van vervuild leidingwater. Het gaat om het hoogste bedrag ooit van een schikking in de staat. Het waterschandaal brak 7 jaar geleden uit. Toen bleek dat de stad Flint, met inspraak van de gouverneur, drinkwater haalde uit een vervuilde rivier vanwege besparingen. Door de zuurtegraad van het afvalwater loste lood van oude waterleidingen erin op en werden tienduizenden mensen ziek. De klachten van de vaak arme zwarte inwoners werden lang genegeerd. Er is deze dagen veel te doen. Nee, daar gaat iets mis. Het moet gaan hier over wat we straks gaan zien. En dat is nog een verslag over Vrouwendag. Ja,
en wat die betekent in de kunst, met name een onevenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke kunstenaars. Ik wou iets te snel bij jou komen. Een vervelende autocue, toch? Af en toe is die dwars. Ja. Het gebeurt. Het kan ons soms liggen hebben. Ja. De sport dan toch? Ja, het heeft iets met sport te maken. De takshift, je weet dat er veel over te doen is in de sport en vooral voetballers. Ook in de politiek, hè? Ook in de politiek. Daar is men het niet altijd met elkaar over eens. En in de sport ook niet. En daar gaan wij het dan wel over hebben. Als je dan wil weten hoe men het evalueert, dan vraag je het natuurlijk beter aan een financieel expert die geen belangen te verdedigen heeft. Michel Maus is er zo eentje. En er is inderdaad veel over gezegd en geschreven over dat voorstel om fiscaliteit in de sport aan te pakken. En vooral het voetbal voelt zich geviseerd. Simpel gezegd, zowel clubs als sporters zullen meer belastingen moeten betalen. Tot nu hadden die een gunstregime. Dat het aangepakt moet worden, vindt Maus een goede zaak. Al heeft hij wel zijn bedenkingen bij het huidige plan dat op tafel ligt. Anderlecht zou een extra kost moeten dragen van 15 miljoen euro. Club Brugge 8 miljoen euro. Agent 6 miljoen euro. Standaard ook, zit ook in diezelfde lijn. Ja, dat zijn natuurlijk enorme bedragen. En ja, dat toont toch wel aan dat we het toch niet kunnen ontkennen dat er toch wel een impact is aan het nieuwe verhaal. Dat er een financiële impact zal zijn, is wel duidelijk. Maar daarnaast worden ook de makelaars geraakt. Zij zullen in de nieuwe regelgeving minder kunnen verdienen in België. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een buitenlandse speler gegeerd is op de transfermarkt en de makelaar voor zijn speler verschillende clubs heeft in verschillende landen, ja, hij voor zichzelf ook de vaststelling zal maken dat als hij zijn speler naar een Belgische club gaat transfereren, dat zijn commissie beperkt blijft tot 3%. Daar waar hij in andere landen het klassieke gemiddelde van 7% commissie kan opstrijken. Dus dat zal natuurlijk tot gevolg hebben dat ook de Belgische markt wat minder competitief wordt vanuit dat perspectief. Bekeken. En minder topspelers betekent een lager niveau, dus ook minder toeschouwers en minder televisiegelden. Maar nergens vindt Maus een grondige totaalberekening. Haast en spoed is zelden goed, is het gekende spreekwoord. Ik denk toch dat het een verhaal is waar men zeer lang ter plaatse heeft getrappeld en men nu in het kader van een begrotingsbespreking hals over kop maatregelen heeft genomen. En ik weet niet of dat een goede zaak is. Dat er moet hervormd worden, daar is iedereen 100% van overtuigd, ook binnen de sport. Het gaat hem alleen over de manier waarop. Nog eens even met het vergrootglas naar kijken, met andere woorden. Vanavond in en tegen Bosnië komen de Belgian Cats voor het eerst sinds de Spelen in Tokio opnieuw op het parket. Met een nieuwe bondscoach, zoals u weet, met een nieuwe campagne. Want het is de start van de kwalificatie voor het EK. Bosnië geen onbekende voor de Cats, want op het vorige EK was er nog een zogeheten shock defeat. Of anders gezegd, een nederlaag die de Cats niet hadden zien aankomen. Toen 70-55, vanavond moet het anders. De Belgische speelsters gaan met vertrouwen naar de eerste groepswedstrijd. Maar dat is zeker ook zo voor de Bosniërs. Ze spelen thuis en hebben met Jonkel Jones een wereldtopper in hun rangen. De 1,98 meter grote speelster, afkomstig uit de Bahamas, kon ook voor de Verenigde Staten uitkomen, maar koos voor Bosnië. This opportunity came up and I took it and I'm happy that I did. And the people here have welcomed me and made me feel like I'm a part of this country and I'm happy to represent them. Op het EK in juni, waar ze werd verkozen tot beste speelster van het toernooi, had Jones de hoofdrol in de winst tegen de Cats. Gaat ze dat vanavond opnieuw doen? That's the plan. That's the plan. But we understand that the team is going to be prepared. You know that these ladies are going to come in ready to fight, and we essentially upset them at Eurobasket, and so they're going to be ready to play. So we're ready as well. You're in great shape. Yes, I'm in great shape. We weten allemaal dat zij een wereldspeelster in hun rangen hebben, maar die hebben wij volgens mij ook, meerdere misschien. Hè? Dus voilà. En voilà, wij moeten gewoon zoveel mogelijk het eigen spel proberen te doen. En daar zijn wij de voorbije dagen goed aan het werken. Jones zal extra aandacht krijgen van de Cats, maar ook niet te veel. Aan de andere kant moet je dat ook niet overdrijven. Hè. Op het EK waren er ook andere speelsters die het heel goed hebben gedaan. Onder andere met hun driepunt shooting, die ons toch pijn deed op bepaalde momenten. Dus voilà, het is meer dan alleen Jonkel Jones, zeker en vast. Maar goed, op verplaatsing in Bosnië, ja, op papier is dat dan de moeilijkste wedstrijd van dit verhaal. Ja.
had er beter niet te hard mee gelachen, want nu heb ik het zelf vlaggen. Gelukkig is er nog een iPad om af te lezen. Tradities, mensen, zijn er om in ere te houden of op zijn minst toch een aantal sporttradities. Zoals op 11 november, stevast al jarendag, de crossers neerstrijken in Niel voor de Jaarmarktcross. Een van de oerklassiekers in ons land, zoals u mogelijk wel weet. Niel, dat is meestal slijk, behoorlijk veel slijk zelfs, kijk maar eens. En dan komen er toch specifieke profielen naar voren. Je moet het graag doen. De cross in Niel maakt deel uit van de superprestige, voor alle duidelijkheid. Dat geeft er dan toch allemaal wat extra cachet. Het is de derde manche van die superprestige en de leiders heten bij de mannen Iserbiet, Aarts en Hermans, alle drie gelijke punten. En bij de vrouwen is dat Denise Betsema. Straks op één, Wim, ook met of zonder autocue, het maakt niet uit, live te volgen. Maar goed gedaan hoor, zonder autocue. Wij kunnen dat eigenlijk. Aflezen, aflezen. Ik ga ook nog eens een poging doen. Want het is vandaag Nationale Vrouwendag. Verschillende verenigingen in ons land organiseren activiteiten en debatten rond de ongelijkheid die er nog altijd bestaat tussen vrouwen en mannen. In de kunstwereld bijvoorbeeld zijn vrouwen nog altijd sterk ondervertegenwoordigd. Volgens berekeningen van Kunsten.nl telt Vlaanderen samen met Brussel 964 beeldende kunstenaars. Daarvan zijn er 600 mannen en 312 vrouwen. De rest bestaat uit kunstenaarscollectieven of duo's. Toch is er sprake van een inhaalbeweging. Dat leerden we tijdens een bezoek aan de galerij van Sophie van der Velde. We zijn eigenlijk de galerie begonnen met ongeveer 50% vrouwen in onze galerie. Nu is er een beetje terug een onevenwicht, dat is omdat er een paar mannen zijn bijgekomen. Maar we zijn toch nog wel altijd een galerie die heel veel vrouwen vertegenwoordigt. En toch kiest Galerie Sophie van der Velde niet bewust voor vrouwelijke kunstenaars. Dat is eigenlijk heel intuïtief. Het gaat gewoon over goede kunst. De juiste vrouwen of de juiste kunstenaars op de juiste plek. Dat is hetzelfde formaat. Ja. Een van die vrouwen is Catharina Daan, een opkomend talent uit een kunstenaarsnest dat voorop timmert aan haar carrière en soms ook moet opboksen tegen vooroordelen. Als ik een tentoonstelling heb, heb ik eigenlijk al meerdere keren gehad dat bijvoorbeeld mijn man de felicitaties ontvangt. Gefeliciteerd met uw werk. Terwijl dat ik het wel gemaakt heb. En als mijn man dan zegt, ja, maar het is eigenlijk het werk van mijn vrouw, dat er dan bijna een verbaasde reactie komt dat ik het werk gemaakt heb. Dus dat wijst toch op een iets dat onevenwichtig zit, denk ik. Een aantal mannelijke kunstenaars heeft Daan er dan weer voor gewaarschuwd zeker geen te vrouwelijke kunst te maken. Mijn werk is altijd autobiografisch, dus het verwijst naar gebeurtenissen in mijn leven of gebeurtenissen in de wereld rondom. Wat dat dan te vrouwelijke kunst is, dat weet ik niet zo goed. Dankzij boegbeelden als de Belgische Annemie van Kerkhoven blijft Catharina Daan knokken voor haar plaats in de kunstwereld. En ook kunstenaars van het kaliber van Berlinde de Bruikere zorgen voor een almaar sterkere vrouwelijke vertegenwoordiging. Een inhaalbeweging die ook al merkbaar is in musea. Als we bijvoorbeeld in Antwerpen nu zien, de directrices die daar nu zijn, ik denk dat we daar goed vertegenwoordigd zijn. Kijk naar het Fotomuseum, kijk naar het KMSKA, kijk naar het Middelheim Openluchtmuseum. Er zijn heel veel sterke, warme vrouwen aanwezig die het verschil maken. En hier gaan we vanmiddag afronden. In Ieper is wapenstilstand herdacht in normale omstandigheden dit jaar met publiek. Dat was het voor nu. Heel graag tot vanavond. Yes, this is exactly where we want to be today, to honor all of those, not just from the First World War, but from every war who has lost their lives. Wij schatten dat er vandaag een 250 Britten in Ypres zijn, waar dat er anders 2500 tot 3000 zijn.